Oei, joh. Oei, joh. Wauw, wat een shot weer dit. Abonneer op Big Fan. Dus je gaat heel dit ding in één keer opdrinken. Maar ik zou een verrassing voor de... Dames en heren, en welkom bij de 200ste vlog. 200 dagen vloggen. Ik vier het vandaag. Dit is dus ja, de 200ste vlog. Ik kan het niet geloven. Maar vandaag gaan we dus iets leuks doen. Ik heb hier zo op tafel ballonnen liggen. En die gaan we allemaal opblazen en hier verspreiden over de hele living. Alleen, het zijn er 100. Ik besef nu, ik had er eigenlijk 200 moeten hebben, want 200 vlogs. Maar goed, laten we gewoon zo snel mogelijk beginnen. Zodat als er straks hier iemand thuis komt, Bo of weet ik veel wie, dat die gewoon helemaal overdonderd zijn door alle ballonnen die hier zelfs gaan liggen. Ik ben super benieuwd, want het zijn er dus 100. Het probleem is, het is wapenstilstand vandaag. Het is 11 november. En ik ben deze morgen nog heel snel naar een winkel gereden die nog, ja, hopelijk ballonnen had. Er was maar één winkel open, al de rest was natuurlijk toe, want het is wapenstilstand. Maar gelukkig hadden die er. Alleen ze waren wel vrij duur, maar maakt niet uit. We gaan het gewoon lekker vieren, dus ik heb hier twee pompjes liggen. Laten we gewoon beginnen. Let's open this. Oh, boom. Oh, oh, oh. Allemaal ballonnen. Ideaal. Kijk eens, mooie kleurtjes allemaal. Laten we eens een pakken. Met welke kleur gaan we beginnen? Blauw. Want dit matcht. Dus, wow, dit gaat wel lang duren, besef ik nu. Zoiets. Oh, dat is ook nog eens zo moeilijk, hè, ballonnen knopen. Daar gaat de eerste ballon. We moeten wel zien dat ze niet springen of zo. Ik ga me echt nog verschrikken. Ik heb gewoon angst dat die dingen gaan ontploffen elk moment. En dan ga ik me echt doodverschrikken. Goed. Ik ga gewoon beginnen met ze allemaal hier in de zetel te leggen. Oké, dit gaat echt lang duren. Wat is dit? Wat is dit voor ballon? Het zijn niet echt super grote ballonnen, want kijk, dit stukje, dat bovenste, dat blaast mee op en dan kan ik die niet meer dichtbinden. Dus ik moet er wel een beetje lucht uit laten, maar ja, dan is dit de grote. Ik heb nu 3 ballonnen gedaan. Dat is lang niet genoeg. Dus ik heb hulp nodig. Dames en heren, applausje voor Sieber. Niet alleen omdat hij hier is, maar hij heeft zijn rijbewijs gehaald. Waar gaan we eerst hier naartoe? De bowling. Oké, okay, mensen, dit ziet er al nice uit. Mooie kleurtjes, maar we zijn nog lang niet klaar. Kijk, zo hier nog allemaal licht. Ik denk nog niet eens dat we over de helft zijn, maar let's go. We gaan verder doen. Mooi, joh, mensen, check dit. Die ballon hangt er gewoon aan. Hoe raar is dat? Kijk dit. Oké, okay, Sibbe vroeg zich af wat het wereldrecord was voor... Snelste 1 ballon op te blazen. Ja. Dat is er niet volgens mij. Ik heb het opgezocht of ik heb proberen opzoeken, maar ik vind niks. Ik vind alleen dat mensen wereldrecords doen van zoveel ballonnen binnen 1 minuut. Maar niet voor het snelste een ballon opblazen. Dus ik ga gewoon nu een wereldrecord zetten. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel, hè. Want dat is nog niet gedaan. Dus als iemand weet dat iemand dat gedaan heeft, laat het weten in de reacties. Maar volgens mij ga ik nu een wereldrecord zetten. Dus... Maar ja, wanneer is die af? Wanneer is zo maar van deze heeft toch niet. Dat is hem eigenlijk al. Dat is hem eigenlijk al. Dat is van over de lukkel tijdens. Ah, oké, okay, wacht. Eigenlijk is het wel fijn om te doen. Probeert jij eens? Oké, okay, Sibbe gaat nu proberen. We gaan even timen. Dus blazen en knopen. Dus gewoon ballon volledig af. 3, 2, 1, start. Ja, 15 seconden, dus ik kon wel veel sneller. Oké, okay, let's go opnieuw. 3, 2, 1, start. Ja. 8,95, wajo. Dat is goed, hè. 3, 2, 1. Stop. Hoeveel? 6 seconden.
En... Oh, ja. Dat is wel fijn, hè. Dat is echt nice. Oké, het wereldrecord van in 1 minuut zijn 18 ballonblazen en binden in 1 minuut. Dus wij gaan die nu samen proberen verbreken. We gaan de timer zetten op 1 minuut en dan gaan we samen zoveel mogelijk ballonnen proberen blazen. Klaar? 3. Ja! Oh, fuck. Hoeveel had ik er nu? Dat weet ik niet. Hé, dat is ineens vol hier. Ja. Maar je hebt wel makkelijker met de mond, hè? Ja, eigenlijk. We zitten hier altijd met deze dingen te doen, maar met de mond gaat het veel sneller. Oké, jullie zien nu hoeveel ik er had. Ik ben het zelf al vergeten, maar ik zal het even via de edit tellen. Maar dat is dus geen wereldrecord. Probeer eens met één adem zo een groot mogelijke te doen. Maar het ging er half naast. Oh. Oké. Okay. Twee tegelijk. Waai, joh. Wat dit kun je, joh? Nee, joh, dat is echt moeilijk. Wat is hiermee? Oh, dit is wel een shot, hoor. Hebben we goed gedaan. Maar, zien er wel... Ja, ik had wel gehoopt dat het meer ging lijken. Misschien is dat door de grote zetel, dat kan ook wel. Waar komt hem? Moet je dat niet aanvragen aan de gemeente? Ja. Ja, we zijn even aan het kijken waar we de boom gaan zetten. Maar ik denk gewoon... hier, ja, gewoon in het midden. Bam. Ik dacht hier dan een tuinhuisje eigenlijk. In het tuinhuisje of op het... Ik kan hem ook op het dak zetten. Daar heb ik ook over nagedacht. Een kerstboom op het dak. Dat is niet zo handig. Hier, hè. Ja, hier hè, gewoon in het midden. Zou het toch sick zijn? Hè? Een boom van 7 meter. We moeten nog even over brainstormen. Want dan moet die langs hier binnen gereden worden of zo. En hoe gaan we die optillen en zo? We moeten nog even over nadenken. Ik ken iemand met een helikopter. Ja, joh. Wij zijn nog even aan het wachten hier buiten. Of ja, we gaan zelfs weer naar binnen, maar we waren nu even aan het kijken waar de boom komt. Maar doe eens Boa reactie als ze binnen gaat komen. Schat, wat heb jij gedaan? Zo, ja. Ja, we zijn nog even aan het wachten en dan komt Bo zelfs elk moment naar hier. Dan gaan we reactie zien. Ik voel dat ook, hè. Ik voel het. Die zuurstof in de neus. Dat verandert. Buiten, ja, het is beter. De luchtkwaliteit. Wat zeg je? De vochtigheid valt ook goed mee, goed voor de vissen. Ja, binnenkort kunnen we hierin vissen. Kijk eens. Wauw, maar je hebt al die bladeren van die boom hier. Check dit hier ook, gewoon paddenstoelen in mijn gras. Dat kan toch echt niet eerlijk, hè. Het wordt tijd om het gras te maaien nog eens. Hebben die niet bepaalde namen? Is dat geen eekhoorntjesbrood of is dat dikker? Zoiets, hè. Maar ik denk dat eekhoorntjesbrood dikker is. Ja, dat is dat niet. Hoe groeit dat hier ook weer zelfs? Hoor lawaai, kan maar één iemand zijn. Mooi, dat is wel beter, hè. Goed gedaan. Het ziet er mooi uit. Voor de mensen die het nog weten, al die onderkant dingen waren wit. Ja, dat is wel beter. Ja, het ziet er wel nice uit. Dit was ook helemaal wit hier, onderkant. Het is wel clean nu, hoor. Nee. Eigenlijk stelt het echt niks voor, hè. Dit zijn 97 ballonnen, want er zijn 3 gesprongen, maar gaat Bo verschrikken hiervan? Nee, het ziet er wel eng uit. Die gaat dat gewoon niet eens doorhebben. We hebben goed ons best gedaan, dat sowieso. Nee. Maar het moesten er gewoon meer zijn. Het is gewoon met die feestdag te veel, hè. Feestdag. Anders had ik veel goedkoper, veel meer gekocht. Wat heb je gedaan? Zo. Had je het gedaan? Nee. En Bo is er weer. Ga maar binnen, schatje. Sanne. Ga maar binnen. Ja. Zucht gewoon. Wat is dat? Ja, wat is dat? Ballonnen. Is toch leuk? Niels, jij waart nog excited door de ballonnen. Excited? Wie gaat dat opruimen? Opruimen? Wat opruimen? Opruimen? Hier ruimt niemand op. Nee, hier wordt nooit opgeruimd. Mijn reactie klopt nog niet samen, wat ik had voorspeld. Wat had jij gedaan? Ik had gezegd dat jij hem ging bespringen van geluk en zo. Yes, ballonnen! Hoeveel? 200? Nee. Maar 97. Het is heel leuk. Mm-hmm. Maar ik had gewoon niks. Dat is wel goed, bro. Ik heb mijn longen uit mijn lijf geblazen. Maar het is een verrassing voor mij. Dat is een feest voor de bank.
Is dat een verrassing voor mij? Nee, is toch gewoon leuk? We hebben dit gewoon gedaan zonder dat je dit wist. Voor de 200ste vlog. We hebben wereldrecords verbroken vandaag. Echt? Ja. Wat dan? Voor het snelste een ballon opblazen. En wie heeft gewonnen? Morgen om 5 uur kun je het zien. Dan zit je morgen om 5 uur in de vlog. Is toch leuk? Heel leuk. Goed. Gaan we optreden? Gaan we Bol wegsturen? Of? Ik denk dat best wel. Ja. Bol terug naar huis sturen. Ja, het is avondklok ineens, hè. Er staat... Ja, wat moet ik zeggen op ballonnen dan? Ja, is toch leuk? Het ziet er toch leuk uit? Maar het ziet er jij leuk uit? Ik ga even iets zeggen. Ik heb helemaal niks meer. Maar ik heb echt in mijn mond geblazen. Ja, een paar. En ook een paar met dit. Yes! Holy fucking shit. Oh, ik ging net iets zeggen tegen je. Sorry. Ik ga naar die assembly. Oei, joh, mensen. Ik ben gewoon ik verschrok en ik laat ook gewoon boven schrikken, dus we verschrokken gewoon allebei. Ja, maar ik dacht, waarom blijft hij nu zo lang in de opening staan? Dus ik kom zo en met dat moment komt jij ook zo en ik verschiet zo en jij duwt zo. Oh, ik word gebeld trouwens. Hallo? Ja. Ja. Oké, tot zo. Ja mensen, wij gaan, zijn we de deur uit, want het is vandaag 11 november. Mijn gsm dat ook zo ondersteboven. Okay. Ja. Het is dus 11 november, wapenstilstand, en dan is er van alles te doen. Zogenaamd Sint Maartenfeest, als ik het goed heb. Ik heb wel geen idee waar dat voor staat eigenlijk, moet ik het eens even opzoeken. Maar, hier bij ons in de stad, in de buurt, is het vuurwerk. Er is volgens mij ook iets van... Nee, kampvuur, dat was ergens anders. Dat was gisteren. Alleszins vuurwerk, veel mensen, muziek, gezelligheid. Dus we gaan daar eens even een kijkje nemen. We gaan niet alleen. Gijs komt nu naar ons. We gaan samen met Gijs rijden. Of Gijs gaat eigenlijk samen met ons rijden. En dan komt Seppe, Niels, Arzu, Siebe. Die komen zijn we ook nog allemaal naar daar. Dus die gaan we daar ook meten. Dus het wordt gezellig. Echt? Dat wist ik nog niet, Bo. Pipa! Nee, Bol zegt, we zitten met een vlogger. We zullen... Een vlogger die het niet kan. Hier lopen we dan met z'n drietjes en kijk eens wat Mr. Dingen aan heeft hier. Zijn mooie kippending, zijn merch. Prachtig dit. Oh, het is friskes. Het is heel koud, maar we zijn onderweg naar de locatie. Spannend. Druk genoeg? Nee. Nee, nog drukker. Maar hey, kijk. Het duurt mij veel te lang. Nog 3 minuten. Ik moet er zelf in afsteken. Maar man. Ik zie daar toch vuur van achter, dus misschien het gaan ze me beginnen. Veel te lang. De lichten zijn uit. 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 Doe maar. Oh, 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 het gaat beginnen. Het gaat beginnen. Het gaat beginnen, guys. Zij is een epileptische aanval. Waarom zie je er niks van? Wauw, mooi dit. Wauw. Wauw. Mooi dit. Hoi, yo. Was het dan? Dat was het. Dat was het. Nee, nee. Het blijft maar doorgaan. Ik kan echt niet doen. Oei, joh. Oei, joh. What the fuck, man. Hey, is het al nieuwjaar? Holy shit, joh.
eten. Wauw, laat even... Oh, mooi man. Scoren op 10? 10. Mooi shot dit ook. Gast. YouTube, we zijn vandaag in de echte stad, we zijn Maartenfeesten. We maken heel lekker hamburgers. Samen met abonneer, abonneer. Fan. Abonneer op Bifan. Abonneer en like. Nee. Wat? Gijs gaat nu een actje nemen, maar dan in etenstijl. Dus je gaat heel de ding in één keer opdrinken. Ik vind het al een lust. Dat moet gebeuren. Maar dus doe dat. Dat komt van mijn zus, dus ik vertrouw dat niet. Daar staat die zus. Ik weet niet waar die op heeft, maar... Kijk, en die als jij dan. Gijs, eet het, komt het snelst en ik laat het. Ja, ja. Als de wedstrijd. Ja, is goed. Oké. Dan wat gebeurt er weer allemaal? Voor het snelste eten. Oei, oei. Wat gaat hier weer allemaal gebeuren? Ik kan niet, Tom. Kan niet. Ja. Dit is uw zus, hè? Vind je dat nog normaal? Oh, verloren. Man, toch. Verloren. Ja, eet dat ding nu op. Nee, ik moet dat niet hebben. Wow, joh, mensen. Je wordt gewoon een broodje gemaakt voor mij, maar dan gaat deze jongen even zijn muziek pluggen. Ah, ik moet dat zelf doen. Ja, neem, dit is uw moment. Dit is mijn moment. Dit is uw moment. Oké, dus jullie moeten allemaal Jones Beats gaan volgen. Leider. Jullie moeten allemaal Jones Beats gaan volgen. Ja. Link in de beschrijving. Ja, link in de beschrijving. Oké, kijk, voilà. Gratis broodje gefixt. Hoi, joh. Hey, thanks, man. Tik hem aan, tik hem aan. Derde maaltijd van de avond. Reed die even op 10. Die is wel goed. Is die goeie? Goeie saus. Goed vlees. Goeie burger. Groentjes. Wauw. Lekker. Wauw, wat een shot weer dit. Oei, 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 oei. We zijn terug onderweg naar de auto. Wat was dit? Koud. Daar komt Gijs afgelopen. Oh, iedereen begon zat te worden. En echt ambetant zat. Ja, behalve jij dan. Dus we zijn maar doorgegaan. En opwarmen. En opwarmen, want we zijn echt aan het bevriezen. Het is... 2 graden voor... Koud. En dit was weer de vlog voor vandaag, mensen. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Het was gisteren... Wat wil ik nu eigenlijk weer zeggen? Ik kan gewoon niet meer vloggen, mensen. Dit was de laatste vlog, ik stop ermee. Nee, ja, hopelijk vonden jullie de vlog leuk. Hopelijk vonden jullie dit een beetje leuk, ook al was het echt minder spectaculair als ik had gehoopt. Maar dat maakt niet uit, want het ziet er gewoon mooi uit. Als je nu wilt zien wat we nog met de ballonnen gaan doen, check dan de vlog van morgen. Vergeet niet te liken, te reageren en te abonneren. En holy shit, hoe lang heeft dat vuurwerk geduurd? Jullie zien het niet in de edit, maar het heeft echt een kwartier geduurd, denk ik, dat vuurwerk. Maar het was wel heel mooi, dus super nice. Vergeet niet te liken, te reageren en te abonneren. En zie ik jullie morgen om 5 uur in een gloednieuwe vlog. Ciao!